Vandaag gaan we iets heel leuks doen, want we gaan namelijk getallen tot en met 1000 bij elkaar optellen. Met een nieuwe strategie, namelijk de strategie splitsen. Kijk, sommigen zeggen kolomsgewijs rekenen. Waarom? Omdat je het per kolom uitrekent. Hier een voorbeeldsom. 437 plus 242. De twee getallen die schrijf ik onder elkaar op. 437 en 242. Streep eronder plus. Nu ga ik het per kolom uitrekenen. Dit is de kolom van de eenheden. Dit de kolom van de tientallen. En dit van de honderdtallen. Ik begin altijd rechts bovenaan en dan zeg ik de som 7 plus 2. 7 plus 2 is 9. Dan schuif ik een kolom op. 3, dat is geen 3, dat is 30. 30 plus 40. Van boven naar beneden zegt de som hardop. 30 plus 40 is 70. Schuif ik een plekje op. Dit is plek van de honderdtallen. 400 plus 200. Van boven naar beneden zeg je het. En hardop. 400 plus 200 is 600. Nu heb ik ze los bij elkaar genomen. En dan moet ik de drie antwoorden eventjes bij elkaar nemen. 600, 70 en 9 is 679. En dit is je antwoord. 679. Dit gaan we nog een keer proberen met de nieuwe som in een HTE-schema. 564 plus 322. Ik schrijf de twee getallen onder elkaar op. 564 plus 322. Streep eronder en het plusteken, want dit keer is het een plussom. Ik start rechts bovenaan. Ik zeg de som 4 plus 2, dat is 6. Ik schuif een plekje op. 60 plus 20, dat is 80. Ik schuif een plekje op. 500 plus 300, dat is 800. Ik heb de honderdtallen, de tientallen en de eenheden los uitgerekend. En die moet ik wel eventjes bij elkaar optellen. 800, 80 en 6 is samen 886. En dat is mijn antwoord. Ik probeer het nog een laatste keer, maar nu met een leeg plekje. Moet je even een kladblaadje pakken, een uitrekenpapiertje. 456 plus 332. 456 plus 332. Het is heel belangrijk, strepen onder plus, dat je de eenheden, de tientallen en de honderdtallen goed onder elkaar zet. Want ik ga ze los even splitsen en dan bij elkaar optellen. Ik start rechtsbovenaan. 6 plus 2. 6 plus 2 is 8. Ik schuif een plekje op. Het plekje van de tienen, de tientallen. 50 plus 30. Dat is 80. Ik schuif een plekje op. Ik start bovenaan. 400 plus 300 is 700. Streep eronder. Deze getallen blijven over. Die moet ik samen nemen. 780. En 8 is 788. Dit is mijn antwoord. En daarmee moeten we het doen. Heel veel plezier met het uitrekenen van deze grote plussommen met een nieuwe strategie, namelijk splitsen. Doe even een duimpje omhoog als je deze nieuwe snelle manier super handig vindt. En dan wens ik je onwijs veel plezier met deze rekenles. Doei doei!